Het Fryske IJsboen werkt aan een nieuwe website dat van alles te vinden wijzen moet over de ijswegen in Friesland. Op de eergierkomsten van het IJsboen in de Alvesterdehal in Ljouwert, sneuntemorgen, is daarop praat. Op de website moeten de gegevens van de 22 Fryske IJswegencentrales komen te steen, maar cijfers over de dikte van het ijs, waar het rieden worden kan en waar het ijs nog niet dik genoeg is. Want mensen moeten vooral ook geïnformeerd worden waar het vertrouwd rieden is en waar net, zei het Fryske IJsboen. Het is de bedoeling dat de website orenwinter klaar is. Wij zijn er als IJsboen voor om de mensen te informeren over hoe het met de IJs in Friesland stiert. En dus hebben wij afspraken maken met alle ijsmeesters van de 22 IWC's die het lid van ons binnen. Over hoe ik de informatie krijg en hoe de IJs-kwaliteit in Friesland. Nou, dat is mooi dat het bij mij komt, maar wij willen natuurlijk ook graag dat het weer naar boeten tageert. Dus onze uitdaging is om te zien dat we dat ik op een website zetten kennen, zodat er een soort ijsportaal komt van Friesland, waar je alle informatie krijgt kennen over hoe het ervoor stiert, maar die is in Friesland. En wij denken dat daar behoefte aan is. Maar dat betekent dat ik gewoon mijn computer moet zetten ken en zien ken van hoe dik is het ijs, waar is het vertrouwd? Ja, nou, het is nog nergens vertrouwd, kan ik die vertellen. Dus een hele grote, lang in die zullen net vol op de sjen wijzen. En krijg altijd spannend wordt, ja, dan hopen wij dat we daar in verzien kennen. Ja. Wanneer moet de kleer wijzen? Nou, deze winter redden we dat net op, maar de volgende winter willen we hem clear hebben. Ja, dan ik nog. Jim, omdat er net zo volle tochten meer georganiseerd worden, is gewoon ik de financiering onder Jim Hulle organisatie toch wat wankeler. Je moet graag wat meer stabiliteit erin. Hoe zit dat krijg? Nou, wij denken dat het inderdaad zo is. We hebben een enquête die en zorgen dat er een grote verschil binnen in de financieringsstructuur. Sommige ijswegencentrales hebben je nou helemaal kon te klauwen, om het maar zo te zeggen. En oren zitten er best heel riek en goed voor. En ja, dat maakt ons net. We maken dat daar maar geld maar eigenlijk net een probleem wijzen. Dus wij denken aan donateurs. Dat mensen ik eerlijk zijn bijdrage ervan kennen aan ons goede werk. Maar wij denken ik dat we een beroep wel maken op de gemeenten. Omdat de gemeenten dat wij belangrijk werk doen voor de gemeenten en de veiligheid in Friesland. En wij denken dus dat ik de gemeente daar eens even naar denk om kennen hoe als ze daar een bijdrage van Jan kennen. En hij heeft een indicatie dat ze daar reed daar binnen? Nou, nee, daar heb ik net een indicatie voor. Waar heb ik net met hun bepraat. Maar wij denken dat sommige gemeenten doen het nou al en oren zoen dat anders ik dwam maten. Dat liek het dus al logisch te zien. Het is wel nedig. Ik denk dat het nedig is en ik denk dat wij belangrijk werk doen. Wij zorgen voor de veiligheid op de ijswegen. Dat is een verlengstuk eigenlijk van wat de gemeentelijke taak is. En als wij ons werk net goed doen, dan hebben de gemeenten daar rechtstreeks last van. Dus wij denken dat dat een belangrijke taak is die het bij ons leidt.